De Kamer gehorende beraadslaging constateert dat het klimaatbeleid in combinatie en ontwikkelingslanden geen enkele zin heeft, omdat volgens het IEA alleen al in Afrika meer dan 100 kolencentrales zijn gepland. Constateren dat Nederland de soevereiniteit van landen dient te respecteren en het niet aan Nederland is om de energiemix van andere landen te bepalen en de maat te nemen, verzoekt de regering de soevereiniteit en energiemix van landen te respecteren, te stoppen met klimaatbeleid in combinatie en ontwikkelingslanden en gaat over tot de orde van de dag. Getekend door Ram. Dan de laatste motie. De Kamer gehorende beraadslaging constateert het afdwingen van de SDG 5 doel gendergelijkheid op gespannen voet staat met het respecteren van soevereiniteit en cultuur van een land. Daarmee de gelijkwaardige handelsrelatie belemmert. Zoekt de regering te stoppen met het beleid van het SDG 5 doel gendergelijkheid in de combinatie en ontwikkelingslanden en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door lid Ram. En ja, dan heb ik nog 3 minuten, voorzitter. Ja, maar u bent niet verplicht die te vullen, hoor. Oh. Voel, u mag ook gewoon gaan zitten. Okay. Ik heb wel één duidelijk statement maken dat we zijn als PVV blij dat de steun aan UMRA is opgeschort. De PVV wil echt een stap verder gaan en het volledig met UMRA stoppen. De organisatie is helemaal verwant en helemaal verknocht geraakt met Hamas. In onze optiek en heeft medische ondersteuning gegeven aan een terroristische aanslag. En daarom willen wij heel duidelijk aangeven dat dit een verder onze onbegaande ware weg is. Dank u wel, voorzitter.